Heel goedemorgen, welkom bij deze marktupdate van BNP Paribas. De Amerikaanse indices sloegen rond een procent hoger, mede door de meevallende bedrijfscijfers. Wel viel de olieprijs wat terug. De overname van Giffy door Meta moet worden teruggedraaid. Toezichthouders zien een te sterke machtspositie voor Meta ontstaan. En na beurs liet Netflix een sterke groei van het aantal abonnees zien en versloeg met een winst per aandeel van 3,10 dollar ruim de verwachtingen. Het aandeel schoot dan ook 15% omhoog. En de Hang Seng leverde alle winst in na een speech van politiek leider John Lee en sloot zelfs 2% lager. Shanghai Composite viel 1% terug, vandaag werden cijfers over de vastgoedsector uitgesteld. De andere indices slooten juist wat hoger. En ook de futures in Amsterdam daaiden vanmorgen op een wat hogere opening. De Britse producentenprijzen trokken in september op jaarbasis met 20% aan en dat is iets minder dan de 20.9 over augustus. En ASML overtreft vanmorgen de omzetverwachting een ruim schoots met 5,8 miljard over het derde kwartaal. Het orderboek pult uit met 8,9 miljard en de marges lopen verder op tot bijna 52%. Netto werd er 1,7 miljard bijgeschreven en voor het laatste kwartaal verwacht men een verdere groei naar verwachting zullen de Amerikaanse exportbeperkingen voor hoogwaardige technologie vooralsnog een beperkte impact hebben. Een Justy Takeaway laat over het derde kwartaal een operationele winst zien. En dat is iets eerder dan verwacht. Over een breed front lopen de orders wel wat terug, al blijft vooral Duitsland sterk presteren. Dankzij de prijsstijgingen en valutaeffecten steeg de brute transactiewaarde licht tot 6,9 miljard. En de zoektocht voor een oplossing voor Grubhub gaat nog steeds door. Een vastgoedfonds WDP zag over de eerste negen maanden de binnen de vastgoedsector gebruikelijke EPRA-winst met 17% aantrekken, tot 176 miljoen. En dat was nog 150 miljoen een jaar eerder. De bezettingsgraad bedroeg maar liefst 99% en men verwacht een dividend van een euro uit te kunnen keren. Op de agenda vandaag inflatiecijfers vanuit de eurozone. Woningbouwcijfers, olievoorraden en Bashboek komen uit de VS. En daar hebben we nabeurscijfers onder andere Tesla, IBM en PPG. Bij de analisten zet JP Morgan Justy TKW op verkopen koersdoel 12,50. Bij Deutsche Bank denken ze daar anders over: zij zetten Justy TKW op kopen met een koersdoel van 42 euro. Barclays zet Axon Nobel op kopen, koersstoel 95. JP Morgan zet ASML op kopen, koersstoel 780. En Prozis wordt op kopen gezet met een koersstoel van 83,5. En Bernstein, tenslotte, zet Ahold op kopen met een koersstoel van 31 euro. En de volgende Markets Update is vrijdag. Tot dan!